coach gespeeld bij St. Francis. Maar nu kijken naar de Kangoeroes met Louis de Versnelling. Geen fout, vindt aan paal. Ik zet dit nu meteen eerste punt op voor Kangoeroes. Braxton. Harris aan de vrijhoofdlijn. Harris doet het volledig voor hem in de eerste minuten van de partij. Moore opnieuw aan de bal nu. Gaat in 3 punten nemen, jawel. Moore voor de voorsprong, jawel. Mons op, voorsprong voor het eerst in de partij. Fobs. Kiest opnieuw voor Thomas. Thomas, de pas de barrier. Goed zo, de fout. En 1. Een vrije man, vindt hij niet. Zit dan vast tegen Neri. Behind the back, mooie pas. Van Beenhout. En Davis die met... Morta, heel voorbij Mennis. Lukt hem niet helemaal en Mons heeft weer een balverlies. Thomas gaat lopen. Vindt Harry Goodzo en de Turk. Harry Goodzo en de Vaals breken in de time-out ook bij Mons. Vier Amerikanen op het parket bij Kangoeroes. Thomas naar het diepe. Die bal voor de Kangoeroes. Moore. Hoe lang zal ze niet erin? Lukt niet, vindt dan de linkshandige Vrabach en die knalt hem binnen. Thomas, ruimte creëren dankzij het screen van Davis. Mist wel, maar dan het goede overzicht van Thomas in de punt van Harry Goodzo. Mist, maar dan was het toch nog een tweede serieuze kans voor Mons. En dit wordt de dag van Louis. Waar er nog een foutje bij? Louis. Goed staat te wachten, krijgt hem niet, geeft hem aan een goed zo de fout en 1. En dan kunnen de Kangoeroes weer aan de voorsprong gaan bouwen. De pas van de Ruto bij Fools, die neemt meteen een 3-punt shot. En Harris tegen Fultz. Goede push van Harris tegen Fultz. Ja, hij gaat de 3-punt shot niet nemen. Stond dat op de key met een beetje ruimte, maar had daar zelf niet al te veel vertrouwen in. Moore die heeft wel vertrouwen in zijn 3-punt shot en hier ziet u waarom. Of toch op 7. Koos voor de alley-oop, die kwam niet helemaal uit, maar heel goed zo met zijn sterke lijf. Moeilijke aanval was het van de Kangoeroes. Moore van heel ver, 3-punter die valt. Alsjeblieft, zeg, wat een scherp schutter is dat toch. Om uitzicht te behouden op de Gold League. Palings die gaat nog een 3-punter nemen, die is te kort. Maar het doet er niet toe. De Kangoeroes winnen met 89 punten van Mons.